Hello party people. Er zijn maar weinig dingen in het leven waar ik mij erg aan erger. Ik kan wel om dingen geïrriteerd raken, maar er zijn maar weinig dingen waar ik me erger aan erger. Maar één van die dingen is dit. Hieronder zit een roostertje. En dan moet het vuile water hier weghalen. Maar zoals je ziet, gaat dat niet erg van harte. Dat rooster is gewoon, dat hout, dat zaagsel maar tegen. Je neemt zaagsel en mes mee en je lazen, je maakt je lazen hier schoon. En dan gaat het roostertje dicht zitten. En na verloop van tijd heb je zo'n puinhoop. En dan moeten we even wat aan doen. Dus dat gaan we nu maar eens even doen. Allereerst beginnen we maar eens even met een beetje op te ruimen. Dat is dat. Dat was niet zo moeilijk. Het is wel goed spul. Maar een bas van een worm. Maar goed, er ligt nog 3 meter sneeuw. Dus dat wordt niks. Daar heb je nu niks aan. Dit probleem krijgen we natuurlijk meteen weer. Dan heb ik nog een ander soort roosters gevonden. En dat ga ik proberen nou erop te maken. Het is niet gezegd dat het past, maar we komen er zo achter. Nou, ik vind het wel prima zo. Ben ik nou niet bang voor verstoppingen? Nee. Deze leiding, die buis, die loopt eigenlijk helemaal achter naar de mestafstoot toe. Maar ook het spoelwater van de melkmachine en de tank loopt door deze buis. Er gaat voldoende water in, dat spoelt wel door. Daar ben ik niet zo bang voor. Is het nou ideaal dat je het spoelwater nou in je mest komt? Nee, natuurlijk niet. Maar er zit reinigingsmiddel in en een reinigingsmiddel is natuurlijk bedoeld om bacteriën te doden. Alleen je hebt hier geen drukriool, dus dan zou je een aparte opvangtank moeten hebben voor je spoelwater. En waar blijf je dan met die prut? Dus ja, nou ja, het is niet ideaal, zeer zeker niet. Maar goed, we moeten ermee doen. Kapot. Hartstikke kapot. Dat past natuurlijk net niet. Zul je zien. Dat net niet past. Het scheelt niet veel, maar het scheelt net genoeg.
het niet mooi. Het past er net niet mooi in. Dat wipt een beetje. Maar kijk, als ik hem nou smaller maak, dan maak ik hem natuurlijk hier smaller. Alleen, dan wipt hij natuurlijk ook. Maar ik hem aan de kop gooi, heb ik gelijk het probleem opgelost dat hij hier iets te hoog is. Past daar een handschoen. Perfect. Nou, die gaat die kant op. Volgende kant. Hopla, dat is twee, dan moet er nog één bij. Als een handschoen. Nee. Ja, en nou ligt het daar. Die messchuif komt langs, neemt het mee naar de kelder. Lekker prima. Helemaal niet zo moeilijk. Ik snap wel gezegd ook niet waarom ze het niet meteen hebben gedaan zo. Maar nou kan het water met die zaagsel en soms een plukkie kuilvoer, dat kan er langs. Kan er nou door. Het is soms zo simpel. Maar goed, het is voor elkaar. Ik erg me hier heel lang aan, maar goed, je hebt niet altijd tijd. En ik had content nodig voor de... En dit is een waardeloze video. Ik weet het. Maar er gebeurt gewoon niet veel. We hebben natuurlijk vorige week een berg sneeuw gehad. Richting een meter. Afgelopen week nog weer 15 centimeter erbij. Met veel wind. Droge sneeuw met veel wind. Dus dat blaast alle kanten op. Dus alles wat vorige week netjes weggeschoven en geblazen was. Zat allemaal weer mooi vlak vol. Aankomende week is er weer sneeuw voorspeld. En sommigen van jullie volgen Jilles Boer. Ik kijk ook naar Jilles Boer. En Jilles was de laatste keer aan het ploegen in de sneeuw. En zegt elke centimeter sneeuw is een millimeter water. Nou, als wij dan... In twee weken tijd, laat maar zeggen, om en nabij de een meter sneeuw hebben gehad. Misschien 10 centimeter meer, misschien 10 centimeter minder. Dan hebben we 100 millimeter water gehad. Dus, jullie dachten dat jullie nat waren in Europa. Dat jullie de grond nat was. En het vervelende is, de grond is niet bevroren. We hebben eigenlijk hoegenaamd, vannacht heeft het 10 graden gevroren. En we hebben vaker een paar graden vorst gehad. Maar niks bijzonders. Maar eigenlijk is de grond niet bevroren. Dus als zometeen de sneeuw smelt, dan hebben we één groot drekfestijn. Dus een vroeg voorjaar maakt hem een kruis over, maar dat wordt niks. Helaas pindakaas. Ik had nog zulke grootse plannen. Maar goed, dan maar een maand later. Er zit niks anders op. Er zijn wel dingen, had ik laatst een keer gezegd, een beetje cliffhanger. Er komen dit jaar komende dingen aan. En het begint een beetje zijn beslag te krijgen. Dus wanneer het allemaal gaat plaatsvinden, weet ik niet. Ik ga er voorlopig ook verder niks over zeggen. Ik doe gewoon lekker een cliffhanger. Want ik ga wel meer abonnees gebruiken natuurlijk. Dus denk je nou bij jezelf van, dat wil ik wel graag weten wat dat is. Dan abonneer. En als je denkt van ja, het interesseert me geen fluit. Abonneer dan niet. Maar voor nu zou ik zeggen, like, reageer en abonneer. Voor meer, volg mij op Facebook en Instagram. Vaya con Dios. And let's make farming great again!
Het is maar wel lekker, vind ik.